bellen hier Bagan en mevrouw Awana op bezoek. Mevrouw Awana is student van het IOL en meneer Bagan ook. Ze zijn hier om de samenleving te vragen naar hulp voor een onderzoek dat ze gaan doen de komende periode. Ja. Mensen, goedemorgen. Zoals meneer Hiwar dat even zegt. Mijn naam is Simone Awana en ik ben student op het IOL. Ik doe MOB geschiedenis en we moeten een opdracht uitvoeren. Een onderzoek doen naar polarisatie in de periode van 70, dus de jaren 70, onder de Kriolen en de Hindoestanen. En daarom ziet u dat een medestudent ook naast me staat die Hindoestaan is. En we moeten het samen doen. Dus we vragen hulp vanuit de gemeenschap. Nou, dus we zijn op zoek naar mensen die ons de informatie kunnen geven. Maar het moet wel mensen zijn van de onderste laag. Dus ik bedoel de gewone burger, hoor. Ja. Geen politici, geen historici. Mensen die gewoon bepaalde dingen hebben meegemaakt. In die periode hebben we nodig om te interviewen. Ja, polarisatie tussen 70 en... 75. Ja, dus voor de onafhankelijkheid van Suriname. Ja, dus uno e begrijp ze award to etaki. Ja. Maar broken gum chinso want een onderzoek moest doen onder een grassroot. Mm-hmm. Polarisatie. Wat kunnen wij ons daarbij verstaan, meneer Bagan? Nou, als we praten over polarisatie, dan gaat het om discriminatie. Dus tussen de Hindoestanen en de Kriolen. Want er was een spanning tussen die twee, want de Hindoestanen, zij wilden geen onafhankelijkheid, ze hadden hun redenen. En de Kriolen, zij wilden de onafhankelijkheid. Dus polarisatie betekent discriminatie tussen de twee bevolkingsgroepen, de twee grote bevolkingsgroepen van Suriname. Ja, maar zijn er momenten, of oké, dat onderzoek moet uitwezen, ja. Maar u heeft al een vooronderzoek gedaan. Nee, we hebben nog geen vooronderzoek gedaan. Dus geen literatuuronderzoek niet gelezen? Ja, ook, maar dat hebben we nog niet gedaan, omdat we eerst moeten beginnen met het interviewen van mensen. Ja. Dat die aan ons kunnen vertellen, je weet, kijk, ik heb het niet meegemaakt, ik ken die periode niet. Ja. Ik ga dus moeten inlezen. En dat gaan we doen als we een paar mensen al hebben die ons de informatie kunnen geven. Hoe was het? Polarisatie, de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname, in ons land. Maar we hebben ons beperkt tot de twee grootste groepen. En dat zijn de Kriolen. En wanneer ik praat over Kriolen, dan maakt het niet uit als het om een Maron gaat. Dus, of een Staatskriool. Ja, ja. Ik weet niet of ik dat zo mag aangeven. Ja, ja, dus Afro-Suriname. Ja, maar de Afro-Surinamers. Dus, precies, dus ja. We hebben die twee mensen nodig. We zijn nog al wat jonge mensen, dus we hebben die mensen nodig om ons te helpen. Misschien kunnen we onze telefoonnummers doorgeven om contact met ons op te nemen. Mijn nummer is 7116679. En misschien kan meneer Bagan zijn nummer doorgeven. Je weet, in de jaren 70 was de kloof er echt. Toch, de mensen, wat ik heb vernomen, dat de mensen bijna hebben gevochten om bepaalde dingen. Je weet, hoe ik hier zo sta met meneer Bagan, dat kon vroeger niet. Ja. Toch, voor de onafhankelijkheid en dat soort dingen willen we gaan onderzoeken. Hoe was het tussen die groepen in Suriname? En hoeveel mensen hebben jullie nodig? Hoeveel respondenten? Nou, hoeveel mensen we kunnen krijgen om die informatie te geven. Is het landelijk onderzoek? Ja, is een landelijk onderzoek. Dus jullie gaan naar Nikeri, Saramaka, overal? Ik denk niet dat we... Kijk, een onderzoek kost ook geld. Ja. We hebben dat budget niet. Dus als mensen ons kunnen contacten om ons de informatie te geven, dan maakt het niet uit van welk district. Precies. Dus vandaar dat ik mijn nummer doorgeef. Zolang we de informatie kunnen krijgen. We gaan niet alle districten kunnen aandoen. En Paramaribo is het grootste, dus ik denk dat we het gaan doen vanuit Paramaribo. Maar als er mensen zijn die ons informatie kunnen geven vanuit de districten Albina, Nikeri, Saramaka, het maakt niet uit, maar Kriool of een Hindoestaan. En dan, wanneer ik praat over Kriool, dan maakt het niet uit als het een Maron is. Ja. Toch kunnen ons de informatie geven. Dus dat eigenlijk, meneer Bagan, if you look dan Dismamus de vanaf 55 jaar Galoch doen. Ja, mijn telefoonnummer is 8553820. Ik herhaal 8553820. En mijn collega heeft dat duidelijk gemaakt dat het gaat om
onderste laag is dus eigenlijk geen discriminatie. De bedoeling is dat we geen historici of politici zullen interviewen, maar de normale mensen van het platteland, de gewone burger. Ja, ne van weet ik bij mama, ai, tante Asje, ja, om Jenny, Isabatori. Ja. Ja. Maar vanaf 50 jaar ik naar lok toe, dus des maar dat toe abnoden. Mijn denk dat ze maar beneden 50 jaar of 55 jaar kan je nu aan informatie zou abnoden. Mijn denk dat nas maar vanaf 55 jaar ik naar lok toe. If wans maar voor onafhankelijkheid dan, en wat jongens maar toch dus dan wans maar dat leeftijd en je afvoerzoeken is maar dat die. Ja, en hoeveel tijd hebben jullie nodig om dit onderzoek te doen? Het is korte tijd. Januari moeten we het al afgerond zijn. Dus vandaar dat we beginnen met een oproep voor een gemeenschap kan je doen met een pastoor. Ja, bent u gemotiveerd om het te doen? Ai. Want ik denk dat jullie ook nieuwsgierig zijn om te weten wat... Wat er allemaal... Nou, kijk, als ik bepaalde dingen... Ik heb naar... filmpjes gekeken en audio beluisterd. Dus dat is nog wel mooi. Bij mij heren wat man het takkie dat ook Kierens Revie heeft blakke man teka kondre dis abra kafri leg van de man bij Karun. Ja, ja. En dus dan zijn we op z'n apisten dat of zijn we op z'n nog wel mooi. Net meneer Obert Kanapé, zijn kon aan mijn feestje die man tori dat een vrouw, een blakke vrouw best doen tap een banje. En de man figa banje om me lezen, omdat nou een kriore vrouw best doen tap een banje. En volgens mij trast mag ons doen tap een banje, dat de figa banje, krima banje. Dus dat soort verhalen hebben we nodig. Ja, en dat onderzoek is zo goed voor natievorming, meneer Bagar. Helemaal. Natuurlijk, u heeft gezien, dus na 1975 is de samenleving veranderd. We zijn iets beter geworden. Maar natievorming is belangrijk, want ik ben bijvoorbeeld een voorstander van om te zeggen dat ik een Surinamer ben. Ja. Ik zeg niet, natuurlijk kom ik van een Hindoestaanse familie, maar ik zeg dat ik een Surinamer ben vanwege dat ik die discriminatie niet in mezelf heb. En zo ook wil ik dat de kinderen die nu op school zitten, natuurlijk ook alle kinderen van Suriname zo opgevoed worden. Ja. U heeft het gehoord, de nummers gaan nogmaals doorgegeven worden. Mevrouw Awana geeft uw nummer nogmaals door. 711-6679. En uw nummer? 855-3820. Ja, u kunt ook bellen naar de STVS als u de nummers nodig hebt. Dat is op 47-30-31. Kies de nummer voor mevrouw Awana, naar meneer Bagan. De twee studenten die zich voor EOL, die studeren geschiedenis, doen een onderzoek tussen een periode van 1970 naar 1975. Fabede in een periode die Sranang bemek in zich klaar voor de onafhankelijkheid. Is dat?